Heren, voor onze derde koers, de reststoffencentrale Alkmaarprijs. En dat is de claimkoers, dames en heren. 5 claimers in de koers en ze stellen zich op in de vakken. Standby. En de start is gevallen. Het vijftal is van start gegaan, maar begint met een galoppade voor Gypsy Okanje. Een paar mispassen, die ligt nu achterin en de deelnemers gaan dan de eerste bocht in. En bij het doordraaien van de Greenheart Production bocht is het aan de leiding op dit ogenblik Annabella LCH. Hermione Desapree op 3/4 lengte erachter in tweede stelling. Maar die maakt op dat moment de galoppade en laat nu de tweede plaats aan Culture Go. Culture Go dus tweede. Derde positie is voor Flavius Boko. Daarachter volgt dan op dit ogenblik de nummer 1 Gypsy Okanje en laatst is Hermione Desapree. Deelnemers gaan dan nu de Boko-bocht door en gaan op weg naar de rechterlijn voor de tribune. En dan is het nog altijd Annabella LCH die leidt voor Culture Go. 3 lengte daarachter volgt Flavius Boko. 6 lengte daarachter is het dan Gypsy Okanje met verderweg Hermione Desapree. Paarden zijn weer in de rechterlijn. Gaan zo dadelijk weer de Greenheart Production bocht in. Met aan de kop Annabella LCH. John Dekker leidt de parade. Op de tweede plaats Culture Go. Daarachter in derde positie in aangesloten vorm is het Flavius Boko. Dan zien we een gat van 7, 8, nou misschien wel 10 lengte. En dat is dan Gypsy Okanje voor Hermione Desapree die de rij sluit. Paarden zijn halverwege de rechterlijn aan de overzijde. Met aan de leiding nog altijd Annabella LCH. Die maakt de tempo voor Culture Go. Daarachter volgt dan in derde positie, Flavius Boko. Enkele lengte daarachter, pak een beet, een lengte of 10. Is het dan nog altijd Gypsy Okanje en 6 lengte daarachter volgt dan Hermione Desapree. En zo komen de paarden dan weer in de rechte lijn voor de tribune. Bij het passeren van de finish is er nog 1 volle ronde te gaan. En de leiding is op dit ogenblik in handen van Culture Go. Want Annabella LCH die is wat teruggezwakt. En Flavius Boko heeft dus de tweede plaats ingenomen. Tom Kooijmans probeert zijn Flavius wat aan te sporen. Want Culture Go die is ontsnapt. Culture Go heeft een lengte of 5 voorsprong. Als ze de Greenheart Production bocht indraaien. Hij heeft een 5 lengte voorsprong op Flavius Boko. Op een lengte of 8 daar. Daarachter ligt nu Annabella LCH, die op het punt staat overmeester te worden door Gypsy Okanje. En laatst is nog altijd Hermione Desapree. En een langgerekt miniveldje is aan de overzijde van de baan, waarbij de leider nu al de laatste bocht indraait. Culture Go, Frans van der Blonk, heeft een grote voorsprong. Het is zeker 7-8 lengte. Flavius Boko op de tweede plaats. Dan zien we een groot gapend gat tot Gypsy Okanje en wat verder weg dan Annabella LCH met Hermione Desapree. En zo komen we dan richting laatste. De rechte lijn. En dan is het Culture Go die onbedreigd naar de overwinning gaat. Culture Go, Frans van der Blonk wint de claimkoers. Op de tweede plaats Flavius Boko. In derde stelling finish Gypsy Okanje. Dan volgt Hermione Desapree. En de laatste finisher is Annabella LCH. De paarden blijven dus op de baan. Er kan even niet worden voorgewerkt, want de slagboom gaat naar beneden. Want de deelnemers aan de claimkoers komen zo dadelijk allemaal in de prijzen gevallen. Voor de grote tribune. En daar kunnen ze dan afgekeken worden door eventuele geïnteresseerden. Nou, we hebben het gezien vandaag. Paarden maakten weliswaar galoppades, maar ze hebben allemaal keurig laten zien waartoe ze in staat zijn. Geen gebreken.